Regering Santokki Brunswijk wil burgers helpen aan een goedkope woning. President Chandrika Prasad Santokki vertelde gisteren in het parlement dat de regering hiervoor verschillende inspanningen pleegt om de samenleving tegemoet te komen. De president zegt dat in de afgelopen periode veel personen in aanmerking zijn gekomen voor een stukje perceel. Echter konden ze dan nog niet bouwen. Daarom komt de regering in door deze gebieden te ontsluiten. Daarnaast zijn er andere mogelijkheden, meent het staatshoofd. Behalve dat burgers een 7% lening kunnen aanvragen om te bouwen, kunnen ze ook gebruik maken van het Affordable Housing Project. Echter is er ook gedacht aan mensen die helemaal niet kunnen bouwen. En dan heb je een groep die zegt, ja maar regering, mino mambo. En daar is het besluit genomen, minister Financiën, ik vraag uw aandacht hiervoor. De Landelijke Woningbouwcommissie zal in ieder geval 10% van het budget per perceel, 10% van het budget per perceel van het project, moeten reserveren voor sociale woningbouw. Tweede is, alle projectontwikkelaars die samen met de staat in zee gaan, moeten x% van hun perceel ter beschikking stellen voor sociale woningbouw. En dat is een deal die we maken. Apurwa Dadi zijn er 10 percelen gereserveerd en op dit moment zijn er 4 gevallen al. Een persoon die in de media, een mevrouw met 4 kinderen die nu in een tehuis zit, dat die prioriteit krijgt daar zo. Dus ook daar moet je een systeem, maar het gaat ook om dat dingen betaalbaar moeten zijn. De president haalde aan dat er in alle districten wordt gekeken naar mogelijkheden om mensen te helpen aan een eigen woning. Verder worden in PPP-verband mogelijkheden bekeken om woonoplossingen te bieden. Op dit moment zijn er volgens het staatshoofd 10 van deze lopende projecten. Dan hebben we een groep die we dan gebruiken onder PPP. Dat zijn particulieren die een grond aanbieden en we hebben nu meer dan 10 van die particulieren. Die een grond hebben aangeboden, die gronden worden beoordeeld, er wordt onderhandeld, want we kunnen niet met die prijs van die aanbieder gaan werken. We werken met die prijs die betaalbaar is voor de burger. Om maar een voorbeeld te geven, de percelen van Purwa Dadi hadden een prijs van 17.000 tot 18.000 Amerikaanse dollar, als ik me niet vergis, 400 vierkante meter. Uiteindelijk is er onderhandeld geworden dat ze een prijs terugbrengen naar 7000. Betaalbaar voor de burger. Maar dan komen we wel in met die straat. Dan betalen wij wel voor die straat. Dat is het samenspel van die public-private samenwerking. Dat is hetzelfde model in die case van Penham. Dat is hetzelfde model van Krippi. En hetzelfde model van zoveel anderen. De president zegt dat de regering uiteindelijk een programma wil hebben waarbij alle Surinamers een dak boven het hoofd hebben. Er zouden met de verschillende bouwprogramma's genoeg kansen zijn voor een ieder om een eigen woning te hebben.